Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Sims 4 aflevering. Ik ben Melvin en wij zijn hier natuurlijk weer terug bij ons hele leuke en gezellige huishoudentje familie Bos. En ja, met een Liberty die de achternaam Lee heeft. Maar in ieder geval, we zijn weer terug. Het is weer lekker dinsdag en ik heb een heleboel zin om dit weer te spelen. De vorige aflevering kwam ik erachter dat ik en fucking Liberty 18 dagen verschillen in leeftijd. En dat klinkt heel weinig, maar in dit spel is het toch eigenlijk best wel heel onrealistisch dan, omdat ik al bejaard ben en fucking Liberty, die is nog gewoon een volwassene. En dat verschil is gewoon heel erg grote generatie en bladibladibla, dat vind ik niet leuk. Maar in ieder geval, we moeten er maar mee leren leven en dat gaan we ook zeker weten doen. Een ander ding wat jullie me ook hadden verteld, is dat ik maar even met Melvin andere kleren moet gaan uitzoeken, want het is nu best wel raar dat ik als het ware een beetje flitse kleren aan heb, als dat een woord is. Flits, weet ik veel wat ik hier zeg. Ik heb geen flauw idee wat ik aan het zeggen ben. Maar nee, dat ik gewoon Melvin even andere kleren aan moet geven nu, omdat ik bejaard ben. En dan moet het juist wel even bij mij staan. Nou, daarnaast hebben jullie mij nog verteld dat jullie het knap vonden dat ik wist wat een crop top was. Ik heb gewoon die swag dat ik dat weet. En het allerlaatste wat jullie mij nog hadden verteld is dat ik comedyvaardigheid kan leren door middel van grappen schrijven, comedy kijken en gewoon grappen oefenen bij de microfoon. Ja! Dus dat moeten wij gaan doen met onze Lara, als het goed is. Met wie moesten we dat? Oh, nee, met Patricia. Ho, zeg ik het even verkeerd. Patricia, die gaan we namelijk proberen een cabaretier van te maken. Ja, dat is toch cabaretier? Ja, volgens mij is het cabaretier. Nee, maar dat gaan we dus gewoon proberen. Ja, dat vind ik een leuk doelstelling. Ik zie trouwens ook dat Melvin wakker is geworden. Hij is nodig naar de wc en hij gaat schaken. Waar de fuck ga ik schaken? Echt waar, Melvin, anders ga je nu maar gewoon andere kleren aan doen. Outfit? Nee, niet wijzigen. Oké, we gaan de outfits plannen. Volgens mij is dat de juiste knop. Maar Melvin, ga jij maar even snel daar naartoe lopen. En ik zie trouwens ook dat die wc echt onwaar. Yo, hey. What the fuck is dit? Dat ding is onwijs vies, maar in ieder geval... Lara, die is beneden. Patricia, die is net wakker. En, oh ja, we gaan nu gewoon eerst onze kleren aanpassen. Nou, daar hebben we mij. Ga ik nu maar even kijken naar wat voor kleren ik heb. Ja. Jongens, dit is toch echt perfecte oude mannenkleding. Even zonder grappen. Oh my god, nee, dat ga ik niet dragen. Wauw. Oké, nee, dat doen we maar beter even niet. Nou mensen, ik heb mijn kleding even aangepast en ik ben toch best wel een beetje voor het wat ouder uitziende gegaan hoor. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier echt, nou ik vind het best wel staan om het zo maar te zeggen voor een bejaard persoon. Dit zou je als volwassene echt never nooit aandoen, maar als bejaarde vind ik het wel bijpassen. Daarnaast heb ik als formele kleding, nou ja, gewoon een simpel pak. Daarnaast hebben wij als sportief geen flauw idee wat het is, maar ik denk niet dat ik ooit nog ga sporten. Nou hebben we als nacht echt, nou dit hoeven we maar snel niet meer, dit moeten we maar snel vergeten. Nou, dit vond ik ook wel een leuk kostuum voor een feestoutfit. Die vond ik wel wat hebben. Die stond gewoon kant en klaar hierin. En ik dacht van, oh, die is wel leuk. Die doen we. En als zwemkleding. Juist, ja, dat willen we ook niet snel zien. Maar ik druk gewoon op het vinkje. En dan hebben wij dus even nieuwe outfits voor mij gemaakt. En ik vind het allemaal wel staan. Dus dit doen we gewoon. En als je het niet leuk vindt, doe je zonnebril op en deal with it. Nou, daar loop ik dan hoor, in mijn ouderwetse kleren. Ja, ja, we gaan onze laatste dagen aftellen. Hoeveel zijn het er nog? 108. Oh. We hebben nog 108 dagen. Of wat staat er? Oh, dit is het aantal dagen dat ik heb geleefd. Het is dus nu gewoon dat ik ouder ben. Ik word steeds ouder en op een dag ga je gewoon dood. Oh, dat wist ik niet. Oh mijn god, oké, dat vind ik best wel interessant. Dus er gaat een dag komen dat ik gewoon er niet meer ben. Toch wel heel raar om dat van jezelf te zeggen, ook al is het een spel. Trouwens, ik moet ook nog even verder gaan met het liedje schrijven bij Lara. Dus ga dat maar even doen. Doorgaan met een levendig deuntje. Voor de rest heeft ze alles wel behoorlijk groen, dus dat is niet zo erg. Liberty, wat moet jij nog doen? Waar ben jij mee bezig? Jij moet niveau 10 bereiken van de inzichtvaart. Dat gaan we gewoon doen. We gaan gewoon weer een keer bezig met die werkbank. Ja, dat hebben we heel lang niet gedaan. Gaan we gewoon even een meubeltje maken. Ja, maak maar even een eettafel. Als jij daar nou even mee bezig gaat, dan gaan we gewoon zorgen dat je niveau 10 daarvan bereikt. Of in ieder geval niveau 8. Want volgens mij kunnen wij dan badkuipen maken en die leveren echt hele vele doekoes op. Daar gaan we gewoon voor. En Melvin, wat doe jij? Jij gaat computeren. Waar ben je mee bezig? Trollen op voorraad. Daar ben je bejaarde. Wauw, serieus?
Echt waar, serieus. En moet ik alweer naar de wc? Ik dacht toch echt dat ik begin deze aflevering ook naar de wc ben geweest. Oh mijn god. Voor mij heb ik echt een hele kleine blaas gekregen toen ik bejaard werd. Maar ja, laat maar even gewoon het plasje doen. En ja, dan hebben we ook alles wel groen. Het gaat allemaal voor de rest wel lekker, ja. En ik bedenk me ook nog dat ik nog steeds moet werken. En jullie hadden mij verteld dat ik iets van pensioen kan aanvragen of zo. Maar ik heb geen flauw idee waar dat moet. Ja, met pensioen gaan. Maar weet je wat nou is? Dan kan ik niet meer niveau 5 van de techneutcarrière bereiken. Ik ben nu niveau 3. Dus ja, dat is toch wel weer een keuze die we moeten overwegen. Ik weet niet wat ik ermee ga doen. Ik weet het echt niet. Nou ja, ik zie dat Laran echt nog steeds mooi bezig is. En Patricia, wat de fuck doe jij? Staat er ook mooi in haar slaapkleding. Ga maar even alledaagse kleren aandoen, jij. En ga dan maar even verder met comedy oefenen. Gewoon grappen vertellen aan niemand. Nee. Dat doe ik ook altijd voor mijn video's. Even voordat ik met de video bezig ga, ga ik gewoon even grappen aan mezelf vertellen van... Ja, die is wel leuk, die is kut, die is wel leuk. En dan, ja, dan heb je gewoon Melvin humor in een video. Is gewoon allemaal ingestudeerd. Oké, nee, dit is niet waar. En ik zie dat Liberty de badkuip, of nee, niet de badkuip, de eettafel klaar heeft. Nou ja, die gaan we zo meteen al verkopen. Ik wil eerst dat ze nog eentje gaat maken. Ja, dus ga daar maar even mee bezig. En we hebben ook nog steeds die gigantische raket in de achtertuin staan. Waar we ook nog geen ene flikker mee hebben gedaan. Of ja, geen ene flikker is niet waar. We zijn wel in de ruimte geweest, bladibladibla. Maar jullie begrijpen mij, het is... Dus je gaat naar de ruimte en dat is het eigenlijk. Je hebt er niet echt een heleboel aan. Terwijl het wel echt klauw voor geld heeft gekost, het kudding. Nou ja, we zien het wel wat we ermee doen. Nou, Liberty heeft 2 eettafels gemaakt. Laten we die maar even beiden verkopen. Oké, daar hebben ze staan. Hoeveel hebben we ervoor gekregen? Zo, bijna 3000 simdollars. Holy damn, dat is wel een mooi bedrag. Gaan we ons nog maar even een eettafel maken. Ho, 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 ho. Gaan wij zomaar weglopen? Dat sta ik niet toe. Ga jij gewoon maar lekker een heleboel eettafels maken, ja. Ik vind gewoon dat dat moet, ja. Weet je wat ik anders wel even kan gaan doen? Ik kan wel even nog wat gaan koken. Gewoon ook even wat dingetjes opruimen, schoonmaken... en gewoon even lekker iets gaan koken. En ik zie dat Liberty alweer een prachtige eettafel af heeft. Ga nog maar even eentje maken. Je gaat gewoon even een echte fortuin aan die dingen maken. Gewoon dat we IKEA kunnen beginnen, zoals ik al een keer eerder heb gesteld. Nee, maar ik ga gewoon even met Melvin lekker koken. We gaan gewoon even een brunch serveren en dan gaan wij... Wat kunnen we gaan maken? Ontbijtroerbak. Helemaal best. Ik heb geen flow idee. Het klinkt wel aangenaam. Gewoon maken. En ik zie dat Liberty nog steeds daarmee bezig is. En ze is ongemakkelijk door een onplezierige omgeving. Nou ja, pech gehad. Dat is niet mijn probleem. Ik zie dat Lara bijna klaar is met haar nummer. Bijna heeft ze haar allereerste nummer afgemaakt. Oh mijn god. Daar is ze wel eeuwen mee bezig geweest dan. Maar oké. En zij is ook bijna niveau 3. Dat is mooi, dat is mooi, dat is heel mooi. Want dat moet ze namelijk bereiken. Niveau 3 van de comedyvaardigheid. En ze moeten grappig doen tegen 5 Sims. En daarvoor heb ik nu opeens een ingeving, om het zo maar te noemen. Wij gaan gewoon zo meteen even met Patricia het dorp in. Of de stad, of naar in ieder geval een openbare ruimte. En dan gaan we dat gewoon even grappig doen tegen Sims. En ja, kijk! Comedy 3 vaardigheid niveau bereikt, ja. Comedy 3 niveau vaar. Ja, oké, dat zei ik niet zo lekker. Maar ik vind dat in ieder geval wel genoeg. Ga jij nu maar even douchen, want dat moet jij zeer nodig doen. En daarna gaan we gewoon even met jou de stad in. En we kunnen misschien ook nog wel even samen met haar vriendje. Hoe heet die ook alweer? Wauw, ik weet gewoon haar vriendje niet meer. Don was het toch, of niet? Wie was het ook alweer? Wie was Patricia's vriendje nou dan? Oh nee, Patricia had nog een vriendje, dat was Lara. Oh, wat ben ik een mogol. Nee, Lara die had een vriendje. Ja, kijk, Raphaël, dat was het. Nu is het weer helemaal correct. En ik zie dat ze weer een eettafel af heeft. Ga er gewoon nog maar eentje maken. We gaan gewoon echt eettafels maken om het leven. Geef je nieuwe nummer een titel. Lara is net klaar met het schrijven van een nummer. Hoe wil je het noemen? Oh, yes. Oké, we gaan dit nu gewoon even een prachtige titel geven. Swag op de piano. Ik vind het een prachtig nummer hoor. Echt waar. Ze heeft nu gewoon haar allereerste nummer geschreven. Ja, ja, daar ben ik echt blij mee. En als het goed is, zit hij nu in inventaris? Of kan je het nu hier gewoon spelen? Hoe kunnen we dat doen? Nummer spelen? Staat hier iets van eigen nummer geschreven? Swag op de piano, ja! Swag op de piano! Yeah! Dit klinkt toch echt goed, jongens. Dit is toch echt swag op de piano. Oké, genoeg. Ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk. We gaan gewoon gelijk door nadat ze heeft geplast met een tweede nummer. Jawel. Oh, ik vind het echt leuk dat je zo eigen nummers kan schrijven. We gaan gewoon nog een levendig deuntje doen. En dan moeten we gewoon zorgen dat we 4 van die nummers krijgen. En dan zijn we gewoon binnen. Binnen in ons hart, binnen in zo'n ziel van binnen. Ja, echt waar. Geloof mij maar. En ik had toch net gezegd dat jij moest gaan koken? Wat?
Oh, hier staat die. Kip of... Wat dit dan? Wat heb je nou... Oké, Melvin heeft blijkbaar niet gekookt. Melvin heeft een eigen wil of zoiets. En ik zag trouwens ook weer in mijn ooghoeken dat Liberty klaar was met iets. Maar ik ga dat niet nog een keer doen. Nee, ik dacht dat ik nog maar even wat dingen kan gaan verbeteren. Ja, ik heb helaas niet zoveel... dingen om echt te verbeteren. Moeten maar eens gaan kijken. Een superieure doorspoelfunctie. Nou ja, we moeten toch iets verbeteren. Ga dat maar gewoon doen. Dat vind ik wel leuk voor jou. En kunnen we dit veranderen? Ja, betere componenten. Ik ga gewoon even naar allemaal dingen laten veranderen. Verbeteren is beter gezegd, want dat moeten we ook nog doen. Repareren of verbeteren. Dus dat gaan we doen. En ik zie dat ik hier samen met Patricia even lekker op de bank zit. Wat leuk. Samen met mijn dochter, terwijl ik bejaard ben. Ja, ja, gezellig. En op de achtergrond is zij nog steeds aan het tokkelen. En dit nummer klinkt gewoon echt exact hetzelfde. Dit vind ik jammer. Ik had toch wat meer verwacht. Nou ja, in ieder geval... we gaan gewoon kijken wat we nog even kunnen doen. Oh mijn god, wat doet Rafael hier? Oh mijn god. Lara. Stop. Lara, ren naar buiten. Lara, ren achter Rafael aan. Lara, nee. Waar is hij nu? Hij is met de horizon verdwenen. Oh nee, ze is er opeens wel. Maar yes, we hebben het nog even gehaald. Oh, ik dacht even van... hij stond voor de deur en hij liep weg. Want ik had het weer niet gehoord. Oh, we zijn er net op tijd bij, jongens. We gaan gewoon even gezellig vragen om samen iets te doen. Oh, ik was gewoon bijna te laat. Gaan we gewoon even gezellig praten, ja. Gaan we gewoon even gezellig een gesprekje voeren en... ja... oh mijn god. Even ben ik blij dat ik dat nog even op tijd zag. Oeh, dat was toch wel even een hartverzakking hoor. Holy damn. Nou, ik ga hier met Patricia nog wat grappen uitvoeren. Oh, kut. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Ik deed iets en het is dus niet zo goed uitgepakt. Oké, maar we moeten in ieder geval grappig doen tegen 5 Sims. En dat gaan we nu dus ook even tegen Liberty doen. Misschien kan het nog een keer... wauw. Ik dacht al van, wat is dat ook alweer? Maar... Oké, grappig gedaan tegen haar. En laten we nog maar even grappig doen tegen mij. Is ook altijd wel even handig. Even grappig. En dan gaan wij even de knock-knock-mop doen. Wie is daar? Ikke. Haal, wat leuk. Zo grappig. Oké, nee. Maar ik zie dat Rafael en Lara... ja, ik kwam hier lekker uit mijn woorden. Thuis zijn gekomen. Helemaal gezellig. En nu kan ik trouwens ook gelijk met Patricia... oh nee, de grap bij hem... bij hem uithalen. Laten we dat maar ook even doen. Ga maar even een aardige ontmoeting doen bij Rafael. En ga dan maar even meer keuzes. Grappig. En dan doen wij even met ogen rollen. Doe maar even. Ga erin met ogen rollen. Ik wil even grappig doen. Ha, zo grappig. Oh, ja. Oh, het was wel grappig. Ik kon er niet om lachen, maar het was blijkbaar heel erg grappig. Oké, dat is wel fijn. En dan gaan we nog even grappig doen tegen mijzelf. Doe maar even een buitensporig verhaal vertellen. En als het goed is, hebben we dan 4 van de 5 gehaald. Dat is helemaal mooi zijn, toch? Ja, dat dacht ik. Oh, ja, zoals jullie kunnen zien, ze zijn allemaal weggelopen, want helaas was ze niet grappig genoeg. En, what the fuck? Oké, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik ga opeens super random dansen en... Lara, die zit hier een beetje. Vet loner van... ja, ik mag er helemaal niet bij. Ik mag er helemaal niet bij. Oh, wat sneu. Wat heel erg sneu, hoor. Nee. Het is niet sneu. Is een eigen keuze die ze maakt om er niet bij te gaan zitten. Maar Liberty, heb je al 2 dingen geüpgrade? Ja, ze heeft al 2 dingen geüpgrade. Nou ja, ga dan even gauw verder met beelden maken. Of nee, met meubels. Want we moeten nog steeds echt niveau 8 worden. Dus ik vind gewoon niet dat je sociale contacten mag verbeteren. Nee, je gaat gewoon maar even lekker verder daarmee. Hupsakee, goed zo. En ik zie dat ze ook nodig moet eten. Waarom staat die trouwens juist de orange op de grond? Oké, het zou mij wat wezen. Laten we in ieder geval anders zomaar even een portie kip pakken nadat je dat hebt gemaakt. En jeetje, ze heeft een heleboel gele balkies. Kotzooi, daar heb ik helemaal niet in de gaten. Oké, dus ze moet ook nog even gaan douchen. En ze moet daarna ook nog maar gaan slapen. Zoiets, holy damn. Hoe gaat het trouwens met mij? Ah, met mij gaat het wel op een top. Met Lara ook wel. En ja, Patricia heeft ook honger. Dus laten we Patricia ook maar even wat eten geven. Ja, dat doen we gewoon. Openen en dan een stukje gegrilde kip eten. Zo, hupsakee. Doen we even. En dan ga ik zo nog even wat tafels kopen. En dan denk ik dat het wel weer bijna een aflevering mag wezen. Ja. Nou, Patricia die heeft weer een tafel af. Laten we maar even kijken. 4 tafels. Oké, hoeveel kunnen we daarvoor beuren? 5.427. Hoehoe. Ja, dat zijn mooie getallen. Ja, daar ben ik echt blij mee. Ze gaat in ieder geval nu naar de wc. Daarna douchen. En ik wil daarna nog wel dat je even kip gaat eten. Want dat heb ik net al ingesteld. Maar dat doet ze helemaal niet. Dus nu. Jij, kip eten.
Paddy Rack, nadat je hebt gedoucht, ja, dan mag het. En Rafael, die gaat er vandoor. Nee, Rafael, waar de fuck ben je opeens zo snel? Oh, daar loopt hij. Oké, nou ja, we kunnen helaas niet meer achter hem aan. Dus Rafael, was weer een gezellige dag en tot ziens. Tot snel. En Patricia, die zit hier te eten. What the fuck, waarom hier? Weet je wat ik trouwens nu wel kan gaan doen? Gewoon mensen ontmoeten? Ja, ik heb een idee. We gaan mensen ontmoeten en dan gaan we daar gewoon grappig tegen doen. Dus als we nou gewoon tegen... Nee, Faye Visser is een oudere, daar wil ik niet tegen praten. Als we nou toch gewoon tegen Nicky van der Wal een grappige introductie gaan doen. Doe maar even. Dat was ik nog namelijk van plan. Nou, laten we even grappig doen. Hallo, ik ben Patricia. Ha! Oké, dat was mijn introductie van een grappig iets. Nee, dat was echt totaal niet grappig. Maar we gaan gewoon even hier grappig tegen doen. Gewoon even de knock-knock mop, want dat is gewoon de beste mop die je kan doen. Oh, ja, nou, dat valt weer zwaar tegen. Hoezo loop je nou weer weg dan, vrouw? Hallo, laat maar gewoon nog een keer dit doen. Dit vind ik namelijk echt zwaar kut. Nou, gaan we het nog een keer proberen. Even een impressie van een pingwing. Dat was de impressie van een pingwing. Oké, het was wel grappig genoeg, want we hebben nu 4 van de 5. Nou, als we nog 1 keer grappig kunnen doen tegen iemand midden in de nacht. Ja, we hebben hier Isabel, maar dat vind ik helemaal niet leuk om grappig tegen te doen, want die is oud. Ook al ben ik zelf ook oud, wil ik gewoon niet. Nee, dat vertik ik gewoon. Dus misschien kunnen we iemand anders nog vinden. Wie staat daar? Paul Driessen! Een fucking tiener! Oh mijn god, oké, Paul. Patricia die gaat even met jou praten, want dit is echt voor mij de eerste keer dat ik echt een tiener tegenkom. Holy damn. Kom, ga gewoon met elkaar praten. Doe nou gewoon. Patricia, wat zeg ik nou? Een grappige introductie. Ja, daar gaan we. Hallo, ik ben Patricia. Ha, zo grappig. Nee, niet grappig, maar we hebben introductie gedaan en nu gaan we gelijk even grappig doen en een knock-knock mop. Ja, laten we eens kijken. Gaat dit wat worden? Gaat dit de juiste mop worden die ons gaat leiden tot niveau 2? Ja! Kijk jongens, we hebben het afgerond. Nu moeten wij een microfoon bezitten. Hebben we al volwassenen worden en aan de artiestencarrière beginnen. Gaan we voor jongens, dit gaan wij zeker weten doen. Maar dat gaan we dan wel de volgende aflevering doen. Ja, eens nog even kijken hoe het met mij staat. Wat doe ik? Ik sta hier. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Voor mij sta ik hier te denken over mijn dood of zo met muziek. Het zal mij wat wezen. Ik zie dat Liberty in bed ligt, Lara in bed ligt en Patricia daar nog steeds is. Ik bedank jullie voor het kijken in ieder geval. Heb jij genoten? Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. En als jij nog niet geabonneerd bent op mij, druk snel knopje abonneren. Hier beneden staat dan ben jij altijd op de hoogte van alle video's. En dan op ik. Nog maar één zeg tegen jullie en dat is... Doei mensen!